Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Jotrex, de enige echte natuurlijk. Nou, ik zei het al in de laatste Efteling video. Ik ga hem reviewen, jongens. Het Spookslotboek. Het boek van Spookslot. We gaan eventjes... ik ga hem eventjes reviewen. Dan ga ik even laten zien wat er in het boek staat en wat ik ervan vind. Nou, hier is hij dus, het boek... Spookslot, 44 jaar, te gast bij de geesten. Alles valt weer op de grond natuurlijk, maar goed. In ieder geval het Spookslotboek. Dit is dus de eerste bladzijde. Dan krijgen we deze te zien, het Spookslot. Met de Efteling erop. Hier een colofoon. Wie er allemaal aan meegewerkt hebben. Moet ik wel even mijn hand weghalen natuurlijk. De inhoudspagina. 1. Plan en ontwerp. 2. De bouw. 3. De opening. 4. Techniek en muziek. En de 5. Door de jaren heen. En de epiloog. Dit is wel een heel mooi... echt een hele mooie foto. Ja, zo kennen we het Spookslot, hè. Echt... Je moet het echt zien om het te geloven. Ik geloofde er... kon bijna niet geloven dat het er niet meer is. Ik ben natuurlijk de laatste keer geweest. Echt bizar. Dat dit gewoon allemaal weg is. Dood en doodzonde vind ik het nog steeds. Maar goed. Het voorwoord. 4 september speelde de zwevende viool de allerlaatste noten van... De Dans Macabre. Nou, daar waren wij bij, hè. Ik, Ramon en Joost waren erbij. Plannen en ontwerp. Nou, het is de tekening, hè. Project Spookruïne. Aan het begin, aan het einde van 1975 blijkt de voorlopige plannen niet eerder dan Pasen 78 te kunnen worden opgeleverd. Nou, eind van 1975, toen ben ik geboren. Dus is dus toen ik geboren werd. Nou... Dit is ook wel echt een hele mooie pagina, dit hoor. Allemaal tekeningen, allemaal. Ik vind het echt zo verschrikkelijk mooi. Dit is de achterkant, hè, met de bekende wc's. En de walvis. En dan daar in de Jonas. Manquette van de hoofdshow. De niet uitgevoerde manquette van het Spookslot. Gecombineerd met andere attracties. En dan de bouw.
Deze is trouwens bewaard gebleven, hè? Die skeletten. De plattegrond van het spookslot, de rommelende schuur, de jammerende man en de knevelvitrine, hier de hoofdshow, de spinnenvreter. Dit is nog het enige wat bewaard gebleven is. Hè? Deze zaal is dus bewaard gebleven, die kan je nog zien. De Oosterse geest. De opening! Dan gaan we hem even omslaan. Ja, het is echt mooi. Het is een mooi boek, jongens. Oh, dan ga ik natuurlijk te veel spoileren natuurlijk, hè? Kijk. En dan Kate Bush, hè? Die vlak na de opening, ja. Die show heb gedaan met een aantal liedjes. Daar is ze, Kate Bush. De techniek en muziek. Deze is nog bewaard. Deze staat in het Efteling Museum. De Pepper Ghost. Ik ben trouwens benieuwd wat daarmee gebeurd is. Met deze drie. De viool. Die zagen we ingepakt natuurlijk. Hè, verleden keer. Toen ze het spookslot gingen leegmaken. De Oosterse geest. Ga er een beetje snel doorheen en wil je het echt helemaal lezen, dan moet je maar eventjes af en toe het beeld even op pauze zetten. De viool. En dan het lied van Dans Macabre, hè? En dan door de jaren heen. Dan zijn we er alweer bijna doorheen, jongens.
souvenirs. Er zijn dus ook souvenirs aangebracht. Eén souvenir hebben ze niet laten zien, dat is dus dit boek. Hier nog een heleboel foto's. Ja, deze ging als eerste televlakte. En dit zou 44 jaar duren, tot het moment dat de zang der bloemen de uilen hun ogen deed sluiten, de boze kraai in slaap gerust werd, gesust werd en de verwensing was verbroken. Zo. En dan hier de walvis met de toiletten. Ja, mooi boek. Ja, en wat vind ik van dit boek? Ik vind het een prachtboek. Ik ben blij dat ik hem gekocht heb. Is het geld waard? Driedubbele, vierdubbele is het waard. Het is echt een aandenken aan het spookslot. En het is zeker de moeite waard. Is het de prijs van marktplaats waard? Nee, dat niet. Ik vind dat iedereen die dit boek wil hebben, gewoon dit boek moet kunnen halen. En in dezelfde prijs. En niet idiote bedragen op marktplaats. Waar gewoon smerig over de rug van fans het boek voor het 4, 5, 6 dubbele wordt verkocht dan dat die eigenlijk kost. Dus dat vind ik wel een schandalige ding. Maar het is in ieder geval, het is een heel mooi boek is het, jongens. Een heel mooi boek. Als je hem nog niet hebt, ik weet niet, voor mij zouden er nog extra drukken komen. Ik weet niet of dat nog zo is. Maar dit is echt een boek vol herinneringen aan het spookslot. Dus een prachtboek is het geworden. Zeker weten de moeite waard dat ik het gekocht heb. Ik bewaar het met trots. Bewaar ik het. Ik vind het echt een heel mooi boek. En het is echt een blijvende herinnering aan het spookslot. Dit was de review eventjes van vandaag. Ik wou jullie toch wel eventjes het boek laten zien. Had ik beloofd. Heb ik dus gedaan bij deze. Het boek Spookslot. 44 jaar te gast bij de Geesten. Een prachtboek is het geworden. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groeten van deze kant. En tot de volgende zomer weer. Bye bye. Hoi.